Oké. Ik stel voor, ik moet even aan het geluid weer. Is het zo goed te verstaan voor iedereen? Oké, ik wil iedereen van harte welkom heten op onze vrij korte tuigpaardcursus of tuigpaard. Hoe moet ik het zeggen? Een cursus kun je het op dit moment ook niet noemen, want we hebben maar 3 kwartier, dus we moeten er vrij snel doorheen. Maar we proberen jullie toch een beetje wegwijs te maken in de tuigvaart, in de tuigsportwereld. Nou, ik doe dit samen met Mechtelt van der Kooi. En we hebben een aantal, 1,5 maand geleden ook tuigpaardcursussen gegeven. En er was heel veel animo voor, daar waren wij heel blij om, want het is een beetje de sport die een beetje aan het uitsterven is. Dus vandaar ook dat wij eigenlijk het initiatief genomen hebben om het weer een beetje een nieuw leven in te blazen. Dus ik zou zeggen, we starten, want we hebben niet heel lang, want ze zijn hier nogal streng, heb ik gehoord. Dus een voorstelling heb ik gedaan. Dan gaan we vanmiddag even straks behandelen. De tuigsport en het verschil met de menssport. Het harassment, de hulpmiddelen, de organisatie en de manier van bewegen van het tuigpaard. En daarna krijgen jullie ook nog even de gelegenheid, een kwartier of zoiets. Ik bedoel, wij zijn ook wat later begonnen, dus wij nemen ook een beetje extra tijd. En dan krijgen jullie nog even de tijd om eventueel vragen te stellen. Dan stel ik voor dat Mechtelt die verstopt haar even. Ja. Oké, naar de volgende. De tuigsport die is verdeeld in 2 verschillende disciplines. En het is dat is nationaal, tuigconcoursen nationaal en tuigpaardconcoursen regionaal. Het verschil is wat jullie ook op een foto zien. Het nationale concoursrijden is met het Fries paard uiteraard. Of mag ook met KWPN, maakt niet uit. Maar in het geval van de Friese paarden is dat met de Friese sjees. En regionaal is met de concourswagen. Het verschil is dus het rijtuig, maar ook de kleding. In de sjees zit je met een volledig, helemaal een Fries kostuum. Witte leidsels, witte strengen en een witte borstlap. Met regionaal rijden zit je in een netpak, een schort voor, een balhoed op, leren leidsels, je hebt leren handschoenen aan en je hebt leren strengen en geen witte borststuk. Dus dat is in principe het verschil in de aanspanning van nationaal en regionaal. Dus daar hebben we dat, even kijken, ja, de tuigen heb ik er in principe allemaal bij. Dan zijn in die tuigklassen zijn allemaal verschillende disciplines. En dat is bij de regio, even een goede erbij. Ja, kijk, dat is nationaal. Dan hebben we meer klassen dan regionaal. Nationaal hebben wij de nieuwelingenklasse. En de nieuwelingenklasse houdt in, dat zijn paarden. Tot en met 6 jaar mogen daarin starten. Maar die moeten dat jaar voor het eerst starten. Dus dat is echt voor paarden die voor het eerst uitgebracht worden op een concours. En dat is tot en met 6 jaar. Als ze ouder dan 6 jaar zijn, dan mogen ze niet meer in de nieuwelingklasse starten. Na de nieuwelingklasse, dan komen ze automatisch in de limiet. Naar de limietklasse, je verdient punten. Als je bij de eerste 3 bent, dan verdien je 3 punten. Van 4, 5, 6 verdien je 2 punten. En van 7, 8, 9 verdien je 1 punt. Dus je verzamelt punten. Op een gegeven moment in de limiet, daar kun je heel lang in blijven. Met 40 punten, dan mag je uit de limietklasse en dan mag je naar de ereklasse toe. Maar je mag er ook nog even in blijven, maar met 60 punten, dan moet je eruit. Dus dan mag je niet meer in de limietklasse starten, maar dan moet je naar de ereklasse toe. Dus in die zin, dan ga ik het nou even vergelijken met het regionaal. Regionaal heeft geen nieuwelingcompetitie, die heeft alleen een limiet. Dus ga je regionaal starten, dan start je gelijk in de limietklasse. En daar heb je dezelfde puntenverdeling, dus ook met 40, dan mag je eruit.
naar de open klasse en met 60 punten, dan moet je eruit. Dus dan moet je ook naar de ereklasse, of naar de open klasse wordt dat genoemd bij het regionaal concoursrijden. Dan ga ik weer even naar het nationale. Het nationale zie je dan heb je de damesklasse. De damesklasse ben je geheel vrij om met welk paard je ook wilt starten, ongeacht wat die heeft gewonnen. In principe mag je daar wel met een nieuwelingpaard in de damesklasse starten. Dat is niet gebonden aan punten. Nou, dan hebben we de tweespannen. Tweespannen is ook competitierubriek in principe. Je kunt met de tweespan altijd rijden en in principe kun je levenslang met eenzelfde tweespan in die rubriek rijden. Dus dat is niet aan punten gebonden. Je kunt altijd starten met een tweespan, ongeacht. Kan wel 5, 6 jaar, 7 jaar achter elkaar met hetzelfde span. Dan heb je de tandemrubriek. Dat is ook een vrije rubriek. In die zin, als er kampioenschappen zijn, dan moet je je 60% van de wedstrijden die voor de kampioenschappen zijn uitgeschreven, dan moet je 60% daarvan moet je geplaatst zijn. En dan mag je meedoen aan het kampioenschap. Dus, en dat is eigenlijk met de tweespannen is dat ook zo. Je moet 60% van de wedstrijden die voor het kampioenschap zijn geweest, moet je geplaatst zijn en dan mag je meedoen aan het kampioenschap. Klavertje 3 hebben we nationaal ook. Nou, daar zijn, tenminste de afgelopen jaren waren daar voor een kampioenschap te weinig wedstrijden voor. En dan wordt het wedstrijd verreden en dat is dan een kampioenschap. Maar in het afgelopen jaar was het, als ik het goed heb, was het een clubkampioenschap. Of was het, dan wordt het een dagkampioenschap. Dus dan hoef je je daar niet voor te plaatsen. Dan mag je dus vrij inschrijven en je kunt meedoen. Ook al heb je nog niet één wedstrijd gereden, bij wijze van spreken, dan kun je met het klavertje 3 meedoen aan het kampioenschap. Daar hoef je je niet voor te plaatsen. En dat is eigenlijk voor het vierspan ook zo. Soms hebben we meerdere vierspanwedstrijden in een seizoen. Dan wordt er soms wel eens gezegd van nou, je moet eigenlijk één gereden hebben van die aantallen. Maar de laatste jaren waren er maar 1 of 2 wedstrijden en soms maar 1. En dan was het in buitenpost vaak. En dan was dan het kampioenschap, dat was gelijk een kampioenschap. Dus dan is het gewoon een dagkampioenschap. Dan hebben we nog de fokmerries en de dekhengsten. En dat is ook een dagkampioenschap. Daar hoef je je niet voor te plaatsen. Dat is gewoon een uitgeschreven wedstrijd. Op een of de concoursen die kunnen die kampioenschappen aanvragen. En de organisatie die bekijkt dat en die probeert de kampioenschappen te verdelen over de concoursen. En in het geval zoals het fokmerries ook, dan doen ze vaak dat kampioenschap niet te vroeg in het seizoen is. Want ja, je zit vaak met veulens, want de merries moeten wel een veulen hebben gehad de afgelopen 2 jaar. Dus op het moment dat je het kampioenschap rijdt, hoeft het merrie geen veulen. Maar dan moet ze wel dat jaar daarvoor wel een veulen gehad hebben. Dus ze mag best een jaar augustus zijn geweest, maar ze moet wel weer een veulen gehad hebben die 2 jaar daarvoor, binnen die 2 jaar. Dus ze proberen meestal de kampioenschap voor de fokmerries en de dekhengsten een beetje buiten. Nou ja, fokmerries dat de veulens een beetje een paar maanden oud zijn. Nou ja, en de dekhengsten uiteraard dat ze een beetje buiten het dekseizoen. Dat ze een beetje meer tijd hebben om te trainen en om die wedstrijd te rijden. En dan hebben we nog het tuigen onder het zadel. Nou, die wordt momenteel wel vrij vaak uitgeschreven op concoursen, want dat vinden ook het publiek vindt dat een hele mooie rubriek. En eerst hadden we niet veel deelname, maar die deelname die stijgt. Want we hadden afgelopen jaar het kampioenschap in Workum en dat deden 17 deelnemers mee. Nou, dat was gewoon onvoorstelbaar. Dat was echt voor ons doen super. Dus daar waren we heel erg blij mee. Nou, en dan zie je dat ook terug bij het regionale. Dat is het. Die rubriek tuigen onder het zadel, ja, die kun je samenvoegen eigenlijk. Die wordt dus op die concoursen ook uitgeschreven. Nou, de tweespannen wordt daar ook uitgeschreven, net als bij het nationaal. En dat zijn dezelfde normen. En bij de damesklasse, die wordt daar ook uitgeschreven. Dus dat is even in het
Nou ja, in het grote beeld zo even een beetje van de indelingen van nationaal en regionaal. De Young Riders. Oh ja, de Young Riders, ja, inderdaad. Dat is, die hebben wij bij het nationaal, zijn de Young Riders niet. Nou, en ik vind dat zelf altijd, natuurlijk is dat een hele mooie rubriek, want je probeert de jeugd erbij te betrekken. En het grote voordeel is natuurlijk, want we weten allemaal, we zitten momenteel financieel, plaatje moet ook rondkomen. Het financiële plaatje is bij regionaal natuurlijk veel makkelijker dan met de sjees. Ik bedoel, als je een sjees aan moet schaffen en die tuigen allemaal, dan loop je richting de 20.000 bij wijze van spreken. En als je een concourswagen aanschaft met tuig, nou ja, dan kun je bij wijze van spreken, als je dan 3.000 euro, dan kun je al te rijden. Hey, je hoeft geen kostuum aan te schaffen, je hoeft geen oorreizer, dameskostuum en alles, dat is veel duur. Dus om voor de jeugd, om te beginnen, is met regionaal rijden, concourswagen, is veel makkelijker. En die stap te maken is veel makkelijker. En daardoor is het ook, wordt die rubriek uitgeschreven. En de leeftijd van een jonge rijders, die gaat, is dit jaar voor mij tot 27 jaar, niet? Ja, maar normaal 26. Ja, normaal was het 26. Van 16 tot 26. Maar ook het afgelopen jaar zaten we een beetje krap met de deelnemers. Dus hebben we de leeftijd maar een jaar verhoogd. Nee, dat was niet. Ja, natuurlijk omdat we krap zaten, maar ook vanwege de corona. Ja. Dat dus een aantal mensen geen kans hadden gehad om tot hun 26e te rijden. Dus hebben we het met één jaar verlengd. Ja. Maar wordt dat dit jaar weer aangepast? Je gaat gewoon weer terug naar hoe het was. Oké, dus het wordt weer 26 jaar. Dus helaas voor diegenen die net op een grens zitten. Het gaat weer terug naar 26 jaar dus. Ja. Oké. Dan gaan we dus de tuigsport. En de klasse hebben we gehad. Dan gaan we even naar het binnenkomen. Het is op de concoursen. Als je dan binnenkomt, dan ga je op de rechterhand één rondje rijden en je gaat opstellen. Of ik heb een mooi beeld erbij. Als het goed is, dan op de linkerhand tegenwoordig, Albert. Oh ja, tegenwoordig op de linkerhand. Nou, het is per concours ook nog wel eens verschillend. Maar we gaan op de linkerhand afrijden. En dan gaan we één keer in de rond. Als we binnenkomen, linksom. En dan gaan we opstellen. Nou, je ziet hier al, er staan al een paar opgesteld. En dan komt de inspectie bij langs. We zullen even op de inspectie wachten. Oh, kijk. Er is nou één laatkomer. Ja, ik zal even de inspectie pakken. Kijk, oh, die heeft haast. Kijk, de inspectie komt bij langs. En die controleert of het paard goed aangespannen is. Hij moet eigenlijk ook naar de hulpmiddelen kijken. Maar ja, ook voor die mensen is natuurlijk, ze lopen er bij langs. En is het natuurlijk in zo'n korte tijd heel moeilijk om te beoordelen. Heeft het paard dubbelijzers onder, heeft het paard teenstukjes onder. Maar ook bij het KWPN gaan ze natuurlijk kijken van heeft het paard een opzet op, heeft het paard geen opzet op. Maar goed, in een vrije korte tijd lopen ze bij je langs. Ze werpen een oog op je aanspanning. Ze controleren de tuigen of het goed zit allemaal. En als de inspectie dan klaar is op een gegeven moment, die is bij de nummer laatst, dan geeft hij een teken aan de ringmeester. Kijk, hij loopt nou die kant op en dan geeft hij direct een teken aan de ringmeester. En dan mogen door zijn hoed af te doen. Ja, hij hoort zijn hoed af te doen, maar hij is nog niet zo ver. Nee, precies. Hij, allemaal even in positie. Hij is bezig. Hij komt. Ja. Nou, ja, kijk, hij, doet, ja, kijk hij heeft de hoed af. Hij geeft een teken en dan mogen ze afrijden op de rechterhand. Nou, dus kunnen we direct, oh, dat kunnen we direct mooi even zien. En dan gaan ze direct twee rondjes op de rechterhand. En dan gaat de ringmeester, die zoekt zijn positie direct op. En dan gaan ze, moeten ze over, die geeft het ook heel duidelijk aan. En dan moeten ze over de diagonaal van hand veranderen. Die hebben we er niet bij. Die hebben we er niet bij, oké. Okay. Dan moeten ze dus diagonaal over van hand veranderen. En dan gaan ze twee rondjes dus rechtsom over de diagonaal van hand veranderen.
En dan gaan ze twee rondjes linksom. En dan maakt de jury alvast een eerste selectie. Want vaak is het zo, het wordt meestal, tenminste als het een groep van 6, 7 is, wordt het niet in één keer beslist. Dus ze worden opgesteld en dan bepaalt de jury, ik noem een voorbeeld van de eerste 3 of de eerste 4 die moeten overrijden. Nou, die 4 die moeten dan overrijden en dan op dat moment beslist de jury van nou ja, wie de nummer 1, 2, 3 en 4 worden. De juryleden zijn altijd met hun 3 en er zijn 2 die op dat moment jureren en er is 1 arbiter bij. Zeg maar, Mechtelt en ik, wij jureren en ik zeg van ik wil nummer 58 eerst. Mechtelt zegt ik wil nummer 40 eerst. Ja, dan hebben wij een meningsverschil, wij komen er niet uit. Maar dan hebben wij nummer 3, dat is de arbiter. En die krijgt dan het sein van ons van nou, wij komen er niet uit. En dan moet de arbiter beslissen wie nummer 1 of 2 wordt. Dus zo gaat dat in zijn werk. Nou, dan worden de lintjes uitgereikt. En de prijzen natuurlijk. En dan moeten ze weer afrijden op het teken van de ringmeester. En dan gaan ze weer... zijn ze met de ereronde bezig. Gaan ze afrijden of weer op de rechterhand... En meestal is het zo van, dan doe je een ronde en dan in de hoek staat de ringmeester dan alweer. En dan ga je weer over de diagonaal van hand veranderen. En dan ga je 1 rondje linksom. Soms is het ook een 3/4 ronde. Dat is ook soms ook maar net waar de in- en uitgang van het concoursterrein zit. Maar dat wijst hem vanzelf. Maar goed, na de ereronde 1 keer rechtsom, 1 keer linksom. En dan ga je de baan verlaten. Dan krijgen we dus onze organisatie. De organisatie van de tuigsport die is voor alle disciplines. Het was 2 jaar terug is het nou. Mechtelt, of is het? Ja, 2 jaar terug was het allemaal nog. Toen vielen wij allemaal onder de KNHS. Maar door allemaal problemen en hoe het allemaal is verlopen weet ik ook allemaal niet. Maar het verliep niet goed met de KNHS. En toen zijn de 3 disciplines, dat is de VET, de Vereniging Eigenaar Tuigparen, dat zijn de KWPN Tuigparen, de Hecknies en de Friese Paren, die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die hebben samen een eigen vereniging opgericht en we zijn allemaal bij de KNHS weggegaan. En voor ons is dat nou de SAS geworden. Dat is de Stichting Aangespannen Sport. En dus daar valt de VET onder en daar valt de Hecknies onder en daar valt het Friese Tuigpaard onder. Dus in feite moet je het zo zien, de SAS is de vervanger van de KNHS. Nou, we hebben er nou 1 seizoen eigenlijk volop wat mee gedraaid. Hè? Afgelopen seizoen, nou, en dat ging gewoon perfect. We hebben de KNHS niet gemist. Dus wat dat er gaat, is het een hele goede keuze geweest. Nou ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Het voordeel van bij een grote organisatie zitten is dat er heel veel algemene systemen werken. Maar het nadeel van een grote organisatie is dat je geen inspraak hebt. Nu we met 3 disciplineverenigingen heel dicht bij elkaar zitten en met elkaar de reglementen bepalen en vaststellen. En je kunt zo gemakkelijk overleggen dat dat weer veel gemakkelijker is. Ja, dus, maar wij zijn, we hebben het nou 1 seizoen volledig seizoen gedraaid. Maar het is gewoon heel goed gegaan, want de reglementen en natuurlijk alles moest aangepast worden. Het moest allemaal opnieuw gemaakt worden. Maar daar zijn hele kundige mensen mee bezig geweest en het is gewoon perfect. Perfect is natuurlijk nooit, want er zijn altijd foutjes. Maar het is heel goed gegaan, het is heel goed geregeld. Juryleden waren allemaal goed geregeld. Nou, de opgaves, ik zit zelf... organisatie van Droge Ham. En ik wil, als ik dan zie, je kunt het keurig regelen via de SAS. Je kunt je wedstrijden, de uitgeschreven wedstrijden doorgegeven aan de SAS. Het wordt allemaal goed geregeld. Dus in die zin is het gewoon een stap in de goede richting geweest. En ik bedoel, er zijn altijd puntjes van verbetering. Maar dat is bij elke
elke instantie zo. Bij de KNS waren ook dingen wat anders moest. Dan gebeurt het niet en ik hoop dat het hier nou wel gebeurt. Nou, dan hebben we nog om te kunnen rijden. Want dat is net als met een auto. Je mag natuurlijk niet zomaar in een auto rijden, want dan moeten we rijbewijs hebben. Nou, bij ons is het, het heet geen rijbewijs, maar als je tuigpaden wilt rijden, dan moet je een licentie hebben om in de tuigbaan te mogen rijden. En wat houdt die tuiglicentie in? Dat is ook het Friese tuigpaad organiseert nou 2 of 3 dagen per jaar. En dan kun je je opgeven voor mensen die willen rijden. Dan organiseren wij dagen, dan kun je je tuiglicentie halen. Dus, en dan wordt het een officieel wedstrijd nagebootst. Je wordt wel geplaatst, je hebt geen prijs, maar je wordt wel geplaatst. En de juryleden die komen eerst bij je langs ook, als je je paard op moet tuigen, of je dat goed doet. Ze kunnen je een paar vragen stellen over de reglementen, want er wordt ook verwacht dat je een beetje van de reglementen weet. Nou, en als het allemaal goed verloopt, dan krijg je na die dag, na die wedstrijd, de zogenoemde wedstrijd, krijg je je tuiglicentie. En dan kun je meedoen aan de wedstrijden. En nou is het nou, was er volgens mij iets, dat is even, je moet een paar wedstrijden gereden hebben voordat je span mag rijden. Ja, klopt, 5. Oké, je moet dus 5 enkel spanwedstrijden gereden hebben voordat je met een dubbelspan mag rijden. En dat is puur om de ervaring op te doen. Dat je niet gelijk met een span in de baan komt en weet, oh jee, hoe gaat het allemaal. Dus je moet 5 enkel spanrubrieken gereden hebben, 5 wedstrijden. En dan mag je ook met een dubbelspan rijden. Als je nou een dubbelspan koetsiersbewijs hebt, moet je toch 5 wedstrijden rijden. Ja, want dat koetsiersbewijs dat staat los van de tuigenlicentie. Ja, dus dat staat er helemaal los van. Nou, en dan komen we natuurlijk bij de wedstrijd. Die hebben we al gehad. Hè? Die hebben we gehad. We zijn bij, ik denk, bij de manier van bewegen van het tuigpaard. Ja, oh ja. Ja? Ja. Dan komen we bij de manier van het bewegen van het tuigpaard. Nou, het is natuurlijk zo, elk paard is geen tuigpaard. Je moet een tuigpaard hebben die aanleg heeft. Nou, en heel belangrijk is gewoon een paard met veel front, een goed voorbeengebruik en een paard hebben die achtersterk is. Dat zijn 3 dingen die heel belangrijk zijn voor een tuigpaard. En het karakter natuurlijk. Want ik zei vertellen, ik had een maand terug echt een topper zelf. Ik krijg heel veel paarden door de handen. Maar ik dacht van nou heb ik toch echt een winnaar. Maar ik zal eerlijk zeggen, 10 meter en dan ging je in een drafje en dan was het hem wel goed. En dat is dan zo zonde, want ik bedoel, dat paard had zoveel kwaliteit, heeft zoveel kwaliteit. Maar in zijn hoofd, nou ja, kijk, het ene mens is ook een hardere werker dan de andere. En dit paard houdt niet van werken. Dus het is geen paard voor mij, want ik bedoel, ik ga er altijd vanuit dat ik bij de eerste 3 of 4 ben. Nee, maar daar train ik voor. En het mislukt wel eens, maar het doel moet wel wezen om. En ik wil kijken, en ik denk dan altijd zo, als ik moet overrijden, dan moet hij het ook nog doen. En als ik moet overrijden en hij doet het niet meer, ja, dan houdt het voor mij op. Dan kan ik er niks mee. Dus die is weer vertrokken. Maar dus een paard hebben, uitstraling, een goed karakter, een mooi front, een sterk achterbeen. Als ze zich voorwaarts op willen drukken, dan ben je al een heel eind. En dan kun je aan de beweging, je kunt een paard niet, geen tuigpaard van maken. Maar een paard wat wel aanleg heeft en wel, voor mijn gevoel bij wijze van spreken een beetje in de middenmoot zit. Dat je denkt van, hij doet het wel goed, maar er moet nog wat aangesleuteld worden. Daar zijn daar een paar mogelijkheden voor. En ik heb wat attributen meegenomen. Uiteraard, we beginnen heel simpel. Doe je niks, geen hulpmiddelen, dan doe je de paarden wel proppen in. Nou, ik gebruik deze proppen, gewoon mooie proppen, niet te dik. Dat is puur voor de stevigheid, voordat ze grip hebben op het grasveld.
Als ik, zoals het afgelopen seizoen, gebruikte ik bij mijn jonge paren geen hulpmiddelen. Had ik ze alleen deze propjes in. Meer niet. Maar heb ik een paard wat achter wel sterk is, maar wat voor eigenlijk een beetje moet uitleggen. Dan kan ik daar een teenstukje in doen. Hoe werkt dat? Ik heb hoefijzers met schroefdraad. Dan draai ik dit teenstukje, dat draai ik er zo in, met een bout. Kijk, dan heb je zo, dan krijgt het automatisch dat het paard het voorbeen optilt, maar door dit gewicht wordt het voorbeen naar voren getrokken. Dus je krijgt meer ruimte in het voorbeen. Dus daar kun je iets mee doen. Je kunt geen wonderen verrichten, maar je kunt wel 10% verbeteren. Dus het laatste kun je wel met zoiets doen. Heb je nou een paard, kijk, dat is per paard verschillend. Ik probeer het thuis ook uit. Maar ik heb ook wel eens een paard, die is wel sterk en krachtig. Die doe ik een dubbel ijzer onder. Dubbel ijzertje onder, dan krijg je wat gewicht. Ook door dat gehele gewicht krijg je dat het voorbeen naar voren gedrokken wordt. Maar er zijn heel veel paarden die reageren heel gunstig op een dubbel ijzer. Die gaan ook meer knieactie krijgen. Dus die krijgen meer knieactie. Door dit krijg je, door dat gewicht, krijg je meer beweging in het voorbeen. Wat ook kan, is als je het voorbeen echt nog meer wilt strekken, dan doe je een balkje achterin. Dus dan doe je in het ijzer, doe je niks voor, maar dan doe je een balkje achter. Dus dan krijg je in feite, en dan zit het gewicht hier, dus wat krijg je dan? Dat het zo trekt. Dus je krijgt ruimte naar voren. Nou, zo zijn er nog wat mogelijkheden. Zo kun je ook dit balkje, ik gebruik het nooit, maar ik weet wel die het wel gebruiken. Die gebruiken ook zo'n balkje in het achterbeen. Als het paard komt het in de tak. Nou, net als bij het voorbeen, maar in de tak van het achterbeen. En dan ook dat het achterbeen dus opgetrokken wordt en meer stuwing naar voren krijgt. Maar goed, ik gebruik het eigenlijk nooit, want ik heb dan zoiets, dan doe ik er liever een beetje wat zwaardere proppen in. Dan krijg je ook het effect een beetje van dat hij iets meer aan moet trekken en wat sterker wordt. Dus in mijn beleving, ik zie wel mensen die het gebruiken en die zijn, ja, die zweren erbij. Nou, ik gebruik het eigenlijk nooit. Dan doe ik er wel een paar dikkere proppen in. Mijn beleving heb ik dan eigenlijk een beetje hetzelfde effect. Maar goed, dat is ook een beetje verschil van mening. Nou, dan heb ik in het kort even uitgelegd de manier en de hulpmiddelen. En nou geef ik het woord even aan Mechtelt. Ja, de manier van bewegen van een tuigpaard. We hebben van Albert al even de introductie gehoord. Ik ga heel kort samen met jullie even door een stukje theorie van hoe kom je nou tot een tuigprestatie. En dat is, het is echt heel kort, hè, want ik mag er 20 minuutjes over praten, dus ik vlieg er een beetje doorheen. Waar komt een paard vandaan? Dat is, daar gaan we mee beginnen, hoe die hier op de grond ligt en gaat rollen, totdat hij in de tuigbaan is. En het zou ook over de menssport gaan, of een beetje vergelijk tuigsport, menssport. Wat is nou eigenlijk de tuigsport? De tuigsport is de prestatie die het paard levert als die in maximale verzameling, verhevenheid is. Dus wat we in de dressuur onder het zadel hebben, en dat we richting de Grand Prix gaan, dat een paard zichzelf helemaal gaat tillen op zijn achterbenen, dat moet het tuigpaard ook doen. Daarom is een tuigwedstrijd maar zo kort, want het is echt een hele zware prestatie. Ze komen de baan uit, ze hebben 2 rondjes linksom, 2 rondjes rechtsom van hand veranderen en ze zijn nat van het zweet. Dus het is een maximale prestatie en daar gaan we een beetje doorheen lopen. Dit is hoe een paard functioneert. En dit hebben jullie vast allemaal gezien. Een paard die ligt, dat is gevaarlijk voor hem, hè, want nu kan die zomaar opgegeten worden. Als hij zichzelf omhoog moet hijsen, doet hij dat met zijn hals. Kijk nog maar eens even een keer weer. Hij gaat rollen. Hij gaat als eerste de voorbenen eronder zien te krijgen door zijn hoofd iets omhoog.
voorbenen eronder. Dan zwaait hij met zijn hals en zo hijst hij zijn achterbenen omhoog. Dus die hals is voor hem heel belangrijk. Dit is een kip. Kennen jullie allemaal? Die beweegt een beetje anders. Daar gaan we naar kijken hoe die dat doet. Zijn hoofd staat stil terwijl zijn lijf bewogen wordt. Heel ander verhaal. Zien jullie dat? Dat dat een groot verschil is? En dit moet je je realiseren zodra je met een paard aan het werk gaat. Nou, wij doen dat best wel eens wat tegendraads. Of wij denken dat we een paard of een kip voor de wagen hebben. Op het moment dat we zijn hoofd op de plek willen houden met de leidsels of met de teugel als je erop zit, dan doen we eigenlijk alsof hij een kip is. Hoofd op de plek, dat geeft ons het gevoel van controle en veiligheid. En dan moet hij zijn lichaam er maar bij krijgen. Maar dat is dus heel moeilijk. Voor een kip is dat niet moeilijk, maar voor een paard is dat heel moeilijk. Want die heeft die hals nodig om dat evenwicht te zoeken. En aangezien tuigsport, menssport, dressuursport is na verzameling werken op de achterbenen komen, de achterhand gebruiken, moeten we dus eerst voor de ruimte geven om die balans te zoeken. Anders maakt het verschrikkelijk moeilijk voor hem. Dat is tegendraads. Zit ik nou in die luidspreker te? Ik zal me een beetje omdraaien. Ik hoor mezelf een beetje raar. Oh, is het een vliegtuig? Oh, het is een vliegtuig. Ik ben niet gek, maar een vliegtuig. Goed. Een paard functioneert dus anders als een kip. Een paard moet het hebben van deze hoeken in zijn achterbenen. Die kan die sluiten. En hij kan ze, poem, als een veer weer uitdoen. Daar zit zijn kracht. Zijn voorbeen is eigenlijk ter ondersteuning van dit geheel, hè, van zijn hals, waar hij die balans mee zoekt. Maar die achterbenen, daar moet het vandaan komen. En dat willen we in de tuigsport gebruiken. En dat gaan we doen door zijn bekken te kantelen. En waarom? Als we een krachtprestatie van hem willen hebben. En we hebben een rechte lijn. Ik weet niet of jullie onderweg was naar bruggen kijken. Als je een brug hebt, om hem sterk te maken zit daar altijd een schuine lijn of een kromme lijn in. Als ik hierop druk, druk ik het naar beneden. Als ik een bolletje heb en ik druk erop, dat blijft staan. Dat geeft sterkte. Een bolling of een schuine lijn geeft sterkte. Als wij kracht van een paard willen op zijn rug. Een paard is een vluchtdier, hebben we net gezien. Page down, nee, page de verkeerde kant op. Paard is een vluchtdier, dit is belangrijk voor hem. Heel snel bij je achterbenen vandaan. Als je wordt opgegeten, moet je zo snel mogelijk wegwezen. Dat is zijn natuur. Wij willen deze kracht gebruiken om ons te dragen als ruiter of om die kar te trekken. Wij willen een sterkte lijn maken, dat hij heel goed die kar trekt. Dus dan moet hij die kracht niet naar achteren doen, maar eronder doen. Dus de kromme lijn willen we maken door bekken te kantelen. Hier zit het bekken zo gericht. Hier is het bekken naar beneden gericht. En je ziet, dan komt het achterbeen komt eronder. Hoe doet een paard dat? Buikspieren aanspannen. Dus net als bij ons, als je bekken wil kantelen, buikspieren aanspannen, dan wordt mijn rug wordt bol. Daarmee gaat dus mijn achterbeen naar voren geplaatst worden. En de rug wordt bol. Wat is dan handig om mee te beginnen? Natuurlijk buikspieren trainen, want anders kun je dat bekken niet verplaatsen. Maar er moet ook aan de bovenkant niet al te veel stress zijn. Als daar iets heel strak gespannen staat en ik moet met mijn buikspieren daartegen indrukken, kost dat veel te veel moeite. Dus de eerste voorbereiding is bovenlijn lekker ontspannen maken. Dus dat betekent lang, laag, los rijden. Kennen we allemaal, hè? Dat is om die hele bovenlijn zo lang en zo soepel mogelijk te maken. Dan hebben mijn buikspieren veel meer effect. Ik kan een klein beetje geholpen worden, hè, doordat er een ligament is die heel sterk is en die zit verbonden van hals naar rug. Als het hoofd naar beneden gaat, gaat de rug omhoog door die trekkracht van dat ligament. En als het hoofd omhoog gaat, gaat de rug naar beneden. Dus de eerste bolling die ik bij een jong paard ga maken, waar ik op kan zitten of een beetje trekkracht uit kan halen,
haal ik uit dit systeem. Daarna moeten ze buikspieren het doen. De voorwaarde om dus die bovenlijn die hier achter begint bij zijn voet. Als ik een paard zou prepareren, dus ik zou alle structuren uit elkaar halen. Kan ik in één keer een structuur eruit halen. De superficial backline noemen ze dat. Die gaat helemaal tot hier bij zijn ogen. Dat is één grote verbonden streng. Gaat van de ene structuur op de andere over. Als ik één structuur daarin ontspan, gaan al die structuren ontspannen. Dus als ik hem kan verleiden om tijdens beweging zijn neus aan de grond te doen, dan ga ik die bovenlijn lekker lang maken. En dan heeft mijn buikspier veel meer effect. Het bekken kantelen, dat is dus eigenlijk wat je wilt om het achterbeen goed te gebruiken. Ik heb hier twee foto's naast elkaar gezet. Hier is het bekken achterover gekanteld en je ziet het effect wat er dan gebeurt in een paard als die boller wordt. Deze blauwe lijn zit van voor het paard naar achter het paard. Hier staat zijn bekken nog een beetje voorover gekanteld. Hier is zijn bekken achterover gekanteld en ik heb hier ruimte over. Ik heb daar ruimte over en hij is groter geworden. Hij is hoger geworden met zijn rug. Dus hier heeft hij een bolling gemaakt in zijn lijf. Nou, even een klein stukje. Dit, als het goed is, hè, iedereen die zich bezighoudt met trainen, weten jullie dit allemaal. Als ik begin met een paard om te trainen, hè, dit is de scala der Ausbildung, dat is om te wennen. Dan kijk ik naar takt en tempo, moet mooi gelijk zijn, en zijn losgelatenheid, daar hebben we het net over gehad. Dan ga ik een paard, hè, hij loopt van nature 3/5 op zijn voorhand, ga ik hem horizontaal maken. Door aanleuning en impuls. Dat is niks anders dan aan de achterkant een beetje gas geven en aan de voorkant dat opvangen en het in zijn lichaam verzamelen. Ik kan het ook loslaten, dan krijg ik geen aanleuning. Maar als ik het opvang, dan ga ik die energie in zijn lichaam houden. Dus het is eigenlijk een soort van pingpongen. Achterkant wat erin, voorkant weer opvangen. Achterkant wat erin, voorkant weer opvangen. Zo kan ik hem een beetje van op de kop lopen naar horizontaal krijgen. Maar dan krijgen we, waar het ons natuurlijk om gaat, die verzameling op de achterhand komen. Dus ook die sterke kracht aan de achterkant gebruiken, oprichting te krijgen. En dat hij dan mooi die voorbenen zo ver weg krijgt. Dat kan hij alleen maar als dat gewicht erachter is, af is. Als ik op de kop loop en ik draag heel veel gewicht op mijn voorkant, dan kan ik niet een heel groot voorbeengebruik tonen. Dus hij moet op die achterbenen komen. Dat is het laatste stukje. Hoe kun je daar nou komen? Dit is al een klein stukje horizontale richting in zijn lichaam. Dus hier komt hij al een beetje van zijn voorhand af. En hier heb ik een vergelijk gemaakt van een paard die, nou ja, horizontaal tot best wel een stukje op zijn voorhand. Hè. Als je naar de voeten kijkt, hij tilt hier alles op dit voetje. Hier is hij er al een beetje af. Dus deze loopt op zijn voorhand. Meer gewicht op de voorhand dan op de achterhand. Deze, hetzelfde paard, maar een moment later, heb ik opgericht, teruggevraagd of hij zijn bekken wil kantelen, of hij terug wil komen op dit achterbeen. Als je dan kijkt naar de boog die ik erin heb gezet, die heb ik in dit paard gezet, linker achtervoet, linker voorvoet en precies bij zijn rug, dan zie je dat ik hier ruimte heb overgehouden, hier ruimte heb overgehouden en in totaal hoger ben uitgekomen. Dus hij heeft zich boller gemaakt en hij heeft iets van zijn lichaamslengte heeft hij korter gemaakt. Dus hij heeft echt geschakeld naar zijn bekken, naar de achterkant en hij neemt dat gewicht wat mee naar zijn achterbeen, zodat hij daar goede kracht op kan geven. Hier heb ik het nog een keer laten zien, precies dezelfde foto's, om even te laten zien hoe die lengte dan weer verandert. Ik heb hier een lijn achter zijn billen langs en eentje voor zijn neus langs. En hier heb ik hem opgericht. En dan zie je dat ik weer ruimte overhoud aan die voorkant. Dus ik heb een deel van zijn van de voorkant van zijn lichaam opgehaald en naar de achterkant gebracht.
om richting dat tuigen te komen. Nou, dat moet hij doen door buikspieren aan te spannen. Hier zie je dat de buikspieren aanspannen en dat bekken naar achteren kantelen. Dit is een jong paard, dus die kan het nog niet volledig aan de voorkant meetillen en zich oprichten. Maar hij heeft in elk geval een beginnetje gemaakt en hij kan al in zijn lichaam schakelen. Nou, als je hier kijkt, dan zie je duidelijk een verschil tussen die achterbenen. Dit paard stuwt met zijn achterhand. Dus die heeft niet zijn bekken gekanteld en die gaat niet de kracht van zijn lichaam of van zijn achterbeen in zijn lichaam drukken. Dit paard heeft wel zijn bekken gekanteld en die heeft de achterbenen al een beetje eronder staan. En die kan dat vervolgens in zijn lichaam gaan drukken om naar die oprichting te komen. Hier heb ik een plaatje gemaakt van een paard die redelijk, volledig is, zeg maar, van wat we graag willen zien. Heel groot steunvlak, dus hij heeft heel veel plek, of hij gebruikt heel veel ruimte om zijn kracht aan te geven. Hele grote afstand tussen die beide achterbenen, dus hij gebruikt ze heel goed. Zijn bekken is een beetje gekanteld. Hier zit zijn heupgewricht. En er zit heel veel ruimte voor zijn heupgewricht. Dus hij heeft echt zijn achterbeen ondergebracht. Een paard kan heel veel activiteit hebben. Maar als hij dat niet onder de massa gaat brengen, kan hij niet zichzelf omhoog drukken. En die grote ruimte, dat is fase 1 waar we mee beginnen. Maar die ruimte moet gebruikt worden, moet ten goede komen aan het drukken tegen zijn lichaam. Nou, hij heeft een hele mooie opgaande lijn in zijn lichaam. Je ziet dat hij het schouderblad echt verheft en omhoog trekt. En ook zie je dat zijn schoft omhoog is. Dat is wat je wil zien. Dus je kunt heel veel beweging hebben. Maar als dat niet resulteert in een opgaande lijn in zijn lichaam, gebruikt hij het dus niet om zich naar die verzameling te drukken. En zijn kracht van zijn achterbeen echt door zijn lichaam te krijgen. Nou, dan zie je het front, dat is waar we natuurlijk naartoe willen. Een heel mooi verheven front, waarbij vlak achter de oren het hoogste punt is en zijn neus moet voor de loodlijn zijn. Dat is belangrijk. Ik heb hier twee keer hetzelfde paard staan, maar één keer heb ik de foto geknipt en heb ik een klein beetje gekanteld. Want dit is een dingetje waar wij ons heel vaak op verkijken. Als de jury zou moeten kiezen wie hier nou gaat winnen en hij kijkt naar het reglement, dan staat er in het reglement, hij moet verheven zijn in het front, nou dat is deze zeker. Hij moet zijn knie heel hoog heffen. En als je kijkt naar de rode lijn, dan heeft dit paard zijn knie hoger als dat paard. Dus gaat deze winnen. Want die heeft zijn knie hoger. Die heeft veel meer actie gemaakt. Alleen bij dit paard is het gekomen omdat hij stiekem zijn rug een beetje naar beneden drukt. En als ik mijn rug een beetje naar beneden druk, dan komt mijn voorbeen ook een beetje vrij. Maar dat betekent dat hier dat voorbeen dus en de kracht niet uit dat achterbeen komt. Hoe kan je dat nou zien? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld deze afstand, achterbeen, voorbeen. Hij is hier dus aan het bekken kantelen geweest en brengt zijn achterbeen onder de massa. Deze afstand wordt klein. Hier is de afstand veel groter geworden. Dus deze doet zijn bekken stiekem een beetje naar het stuwen. Dus dit voorbeen is een resultaat van zijn achterbeen. Dit paard drukt met zijn hele achterbeen, bekken kantelen door zijn lichaam richting zijn oren. En dit paard heeft hier een onderbreking en hier houdt eigenlijk de beweging een beetje op. Hij gaat niet tillen vanuit zijn achterbeen, maar hij gaat wel spektakel maken aan de voorkant. Want zodra je niet meer je hele lijf hoeft te tillen, dan is het nog gemakkelijker om je benen zo groot te bewegen. En dat is echt een puntje waar we heel goed op moeten letten.
om hier te komen in het stukje oprichting, die verzameling. Hè. Dus dit is eigenlijk de ultieme proef die we willen zien. Een paard die volledig zichzelf tilt op zijn achterbeen en die superrecht gericht is. En als je superrecht gericht bent, dan kun je al die kracht die je hebt in je achterbeen, kun je gebruiken om jezelf richting je oren naar voren te drukken. Dat is een beetje het verhaal van, hè, hoe komen we nou van zo'n paard met zijn natuurlijke aanleg? Vluchten. Wel een heel sterk achterbeen hebben, maar die wordt normaal gesproken gebruikt om zo snel mogelijk bij je vijand vandaan te komen. Om die te gebruiken. Om ons te tillen. En het principe van een paard is geen kip. He, dus gun hem in het begin, vooral als die jong is, de ruimte aan de voorkant om te zoeken, om naar die balans te komen. En ga die ruimte een klein beetje inperken. Zodra die sterker wordt, he, kun je dat inperken. En kan die steeds beter in die verzamelde houding blijven. Hebben jullie vragen aan Albert of mij hierover? Geen vragen. Was het zo duidelijk? Mooi. Goed zo. Nou, we hebben Albert, die is dus, zoals hij ook al zei, zit hij in de organisatie van het concours in Droge Ham. En die zag de hoeveelheid tuig met de mensen in de baan naar beneden gaan. En die dacht, daar moeten we wat aan doen. We moeten input leveren. Vandaar dat wij in de herfst waren begonnen met een tuigcursus organiseren. 6 bijeenkomsten waar we een stuk theorie hebben behandeld, uitgebreider als nu. En waar we in de praktijk bezig zijn geweest. Alle aspecten, het longeren en het inspannen en het jureren, alles hebben we daarin meegenomen. En tot onze grote verrassing zetten we het maandag op Facebook dat we het hadden. En dinsdag zat hij al vol. We hadden gezegd, we doen 20 mensen. En dat is dan een mix tussen een paar mensen die een paard meenemen en een aantal mensen die gewoon willen kijken, leren, toehoren. En dat was dus direct vol. We zeiden, oké, dan zetten we mensen op de reservelijst. Alleen de reservelijst had ook zomaar weer 20 mensen. We zeiden, oké, dan doen we nog een tweede cursus erbij. Dat hebben we samen gedaan. Dus 40 mensen die in principe niet echt in de tuigsport nog zaten. Een aantal wel, maar de meeste niet. En daar hebben we ontzettende leuke cursus mee gedraaid. En er is nog vraag in andere delen van Nederland. Dus wij zijn ontzettend blij, hè, dat ook jullie nu hier weer zijn om te horen van, goh, wat houdt dat dan eigenlijk in het tuigen? Het is een beetje een vogelvlucht wat we hier hebben. Maar ik vind het ontzettend leuk dat jullie er interesse in hebben. En ik vind zelf het leuke van de tuigsport sowieso dat je dus samen met een paard naar echt een topje van zijn kunnen gaat zoeken. Dat geeft een enorme kick als het je lukt. Is niet eenvoudig, maar het geeft een enorme kick. Is ontzettend leuk. En het is ook een sport, en dat vind ik ook ontzettend leuk. Je moet het altijd samen doen. In je eentje kun je echt helemaal niks. Nog niet eens, nou ja, misschien zijn er mensen die een paard in hun eentje in kunnen spannen. Maar in principe is dat niet extreem veilig. Dus je bent altijd met een groepje mensen op pad. En dat is reuze gezellig. En er mag gewoon lekker veel lawaai en muziek. En het is altijd wel een spektakel, een tuigrubriek. En dat maakt het gewoon enorm gezellig altijd. Ja, en wat ook heel mooi is, dat wij uit die 40 cursisten die we nou gehad hebben, dat wij 12 deelnemers hebben die ons opgegeven hebben, waar wij dus een licentiedag voor regelen. De bedoeling is dat we dat in februari nog doen. Dus dan hebben we 12 nieuwe mensen erbij die een tuiglicentie hebben en die willen sowieso dit komend seizoen een keer rijden. Nou, daar was het ons om te doen, dat we toch nieuwe mensen in de baan krijgen. En als ze het leuk vinden, komen ze wel weer. Maar ze moeten eerst wel besmet worden met het virus. Dus dat was voor ons een beetje een doel. Nou, dat doel is natuurlijk heel erg bereikt, want 12 mensen van de 40, ja, dat vind ik heel veel. Ja. Daar had ik niet kunnen dromen. Hadden we niet bedacht. Dus, en dan hebben we die mensen uit die groep in Rijkenvoort en die uit Nieuw-Amsterdam, die groep. Nou ja, dat zijn totaal nog meer dan 20. Nou, stel dat daar ook nog 5 uitkomen. Ik weet zeker ik denk meer. Nou ja, dan zitten we straks op een kleine 20. Nou ja. Al komen er dit jaar maar 10 een keer wat bij. Of verspreid, hoeft niet elke keer.
Maar dat is wel, dat is wel een mooi aantal. Ja, zeker. Nee hoor, nee. Friezen hebben hun eigen rubrieken. Dus de Heknies strijden altijd tegen elkaar. De KWPN-tuigparen strijden tegen elkaar en de Friezen. Ja. Er kunnen maar zo op één tuigconcours, zeg maar, 20 rubrieken zijn. En dat is dan, zo'n beetje een derde voor de Friezen, een derde voor de Heknies en een derde voor de KWPN-tuigparen. En dan hebben we meestal zeg maar een 5 rubrieken per ras. 5, 6 rubrieken. Alleen de tuiger onder het zadel. Dat is op sommige concoursen wel gecombineerd. Ja. Die hebben wel eens met tuigpaden gecombineerd. Ja, dan heb je, omdat die rubrieken misschien anders te klein zijn. Maar dan hebben ze heel vaak, dan doen ze wel de KWPN onder het zadel, Fries onder het zadel en Heknies onder het zadel. Komen alle rassen bij elkaar in één groep. Dat is wel moeilijk sureren. Want je hebt toch van elk paard heeft zijn eigen manier van lopen. Maar goed, wat gewoon opvalt is gewoon dat het publiek het een hele mooie rubriek vindt. Dus en daar spelen de concoursen natuurlijk ook wel een beetje op in. Nou, dan moet je dus, je moet dus tuigen in plaats van dat je op de kar zit en je paard probeert zo apart mogelijk proberen laten lopen. Moet dat onder het zadel. Dus het is soms een beetje moeilijk zitten. Hebben wij een afbeelding van tuigen onder het zadel of niet? Poeh. Volgens mij hebben we die eruit. Die hadden we er ook niet in. Oh, hoor. Want we... Nee, daar hoef je geen licentie voor te hebben. Dus als je komend seizoen, dan is in Workum denk ik weer het kampioenschap. Dus als je denkt van, goh, ik wil gewoon meedoen. Dat is een stratenconcours, dus dat is op zich ook nog wel heel, het is heel, heel sfeervol. Het is midden in de winkelstraat. Het is recht uit, recht aan. Dus op zich is het een hele makkelijke start. En op het einde vangen we je wel op. Nee, maar daar kun je zo aan meedoen. Maar je moet wel lid van het Friese tuigpaard worden. Het is namelijk zo, je moet lid van een vereniging wezen om bij de SAS je in die wedstrijden in te schrijven. En anders dan moest je ook lid wezen van tuigpaard, maar dan moest je bij de KNS. Het is bij het rijpaard om het zadel valt mee. Je moet lid wezen van een rijvereniging om wedstrijden te rijden. Nou, dat is in principe bij ons net zo. Je moet lid wezen van een vereniging. Nee, ik heb hem zo even niet paraat, een foto daarvan. Ik heb wel een filmpje op de telefoon, denk ik. Ja, ik heb ook wel op de telefoon, maar niet even op het grote scherm. Dus. Ja. Nee. Oh. Misschien kan ik hem op mijn Facebook vinden, dat is nog eens wat. Nee, dat wordt hem ook niet. Vind ik zo snel niet. Nee. Nog vragen? De meneer met de vraag over tuig onder het zadel, die mag straks wel even op onze telefoon kijken. Is alweer afgeleid. U mag straks wel even, ik heb hem wel op de telefoon, maar niet zo op het scherm. Goed zo. Ja, heel actief publiek. Goed zo, dank jullie wel voor jullie aandacht en we hopen jullie te zien op een concours. Kijk eens, die meneer...